vent die zei, vent die gaan naar mij naar de blik. Die krijgt van mij geen kip. En die stapt. Iedereen heeft met kaas te maken, iedereen houdt van kaas. Dames en heren, welkom bij de 51ste NKC-keuring. Als je van kaas houdt, dan weet je 50% van ons zit. Het allerbelangrijkste is nuchter voor je verstand. Gewoon niet van streek raken als je zo'n bord met borstels voor je ziet. Verder is heel goed kijken naar de kleuren en naar de hoe ziet de borstels eruit. Veel, weinig gaatjes, zit er komijn in, dat soort dingen. Dat zijn uiterlijke kenmerken die je zo al je voordeel mee kan doen. En dan ga je eens kijken van nou. Welke kazen verwacht ik dat jong zijn en weinig smaak hebben? Begin je daarmee en dan ga je proberen om de kaas met de meeste smaak aan het eind te keuren. Zodat je niet je smaak verliest als je al een begin met een kaas met heel veel smaak zou keuren.